Onze bestemming, Gordon Country. 200 kilometer van Brisbane en de weg er naartoe vol regen, wind en herrie. Een idee om op Eka Day, een nationale feestdag in Queensland, met z'n allen een lunch te hebben in Gordon Country. Ja hoor, dat kwam ervan. Sommigen in een tent, anderen op en neer, sommigen in een B&B en wij hadden een hotel in Alora. Nou, dit gebeurt er als je een shortcut neemt om bij het park te komen. Ik hoop dat je het geluid ook bijpakt. Hier rechtsaf. Sla rechtsaf naar Inverandzai Road. Niet hard rijden, want dan slip je dus. Oh. Blijf 20 kilometer doorrijden op Inverandzai Road. Ja, dit was real life. Geen cuts in de footage. Gordon Country zag er vandaag wat anders uit dan op deze foto. Een mooie, natuurlijke aanleg van de camping. Gewoon zoals het was. Maakt niet uit waar je staat, maakt niet uit hoe je auto neerzet, geen nummers, geen heggen, ga staan waar je wil staan. Inmiddels komt iedereen op het plekje aan en is de lunch in volle voorbereiding. Sherry toont hun uitermate efficiënte mobiel, kan erin slapen, zonnepanelen, niet te geloven. En de kids worden zoet gehouden met een filmpje. Het vlees staat te bakken. En ja hoor, de lunch kan beginnen. Iedereen is aanwezig. Hi Louis. En muziek, die hoort erbij. Iedereen, vrijheid, blijheid, maakt niet uit. Niemand stoort zich aan je. En Fusje Bier, Xavi en Simon en Louis samen. Alles mingelt, niemand maakt problemen. En dit is een voorbode van straks. Worden pyromanen geboren of zijn ze het van nature? Zij hadden in ieder geval erg veel lol met het kampvuur. Het wagenpark van mijn collega's. Ja, en daar is ons collegasje. Eigenlijk maar een kleine jongen bij. En dan regen. 10 minuten lang. Maar dan is het voorbij. Niks meer aan de hand. Gewoon doorgaan met eten. Geen probleem. No worries at all. Het dessert. En iedereen praat en eet. Big money here. Langzamerhand loopt het diner ten einde. Dit is de manier om tenten die niet waterdicht zijn, in ieder geval waterdicht te houden. Een overzicht van beneden. En dan, waar waren die plassen ook alweer voor? Ja hoor, dikke pret. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, als je maar nat bent. Er zijn er ook die wat minder nat zijn. Fusion is leeg. We zijn klaar met eten. En bereiden ons voor om naar ons hotel te gaan. Op de weg naar het hotel duidelijk beter weer dan op de heenweg. En in het meest intieme, enige en gezellige restaurant in Alora zaten wij te dineren op zaterdagavond. Je kon een kanon afschieten. Zondagmorgen, ons hotel en het centrum van Alora. Geen kip te zien, niemand op straat. Nou,
dan doen wij de deur maar dicht. Tot volgende week in Noosa. Groetjes.